Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik een extra spread maken voor in mijn bullet journal, namelijk een spring cleaning spread. Het is inmiddels alweer april en ik doe dan meestal tussen april en mei een vast lijstje afwerken met allerlei dingetjes, zodat ik weer helemaal klaar voor de zomer / lente ben. Ik doe hier eigenlijk een beetje dezelfde setup maken als toen met mijn financiën. Ik heb in het midden een groot vak van 15 bij 15 centimeter uitgeschreven. En ik heb in totaal 2 volle pagina spreads. Dus in totaal eigenlijk 4 pagina's. Een soort Dutch door effect weer gecreëerd in het midden. Zodat zeg maar alles gemakkelijk en overzichtelijk is. Met 1 grote banner die ik er weer omheen wil creëren. Nou, om het natuurlijk in het thema spring te houden, heb ik allemaal verschillende kleuren, koele kleuren groen gepakt. En ga ik allemaal gewoon kleine takjes met bladeren rondom tekenen. En deze laat ik allemaal een beetje over elkaar heen gaan. Om het allemaal een beetje op te vullen. En het toch een beetje een frisse kleuruitstraling, fris gevoel te geven. Dit is echt zo'n klusje waar je rustig de tijd voor kan nemen. Ik had, terwijl ik dit aan het doen was, zat ik ook lekker een serie te kijken. Ik was Love, Victor aan het kijken op Disney Plus. Als je die nog niet hebt gezien en je hebt wel de film gezien, Love, Simon, raad ik deze absoluut aan. Het is wel een hele leuke serie. En ja, met dat op de achtergrond zit ik gewoon eigenlijk een beetje te doodelen. En waarom een specifieke spread voor mijn spring cleaning? Ik hou ervan sowieso natuurlijk, zoals jullie inmiddels al weten, om dagelijkse to-do-lijstjes te maken met wat ik wil doen. Maar zeker elke keer in de lente hou ik ervan om bepaalde dingen weer eens even goed aan te pakken. En deze spread zorgt ervoor dat het gewoon overzichtelijk voor mijzelf is. Om elke keer, als ik een keer een avondje eerder klaar ben met mijn werken, een keer een avondje vrij heb of juist in het weekend een vrije dag heb, dat ik dan langzaamaan wat dingetjes van deze algemene to-do-list af kan strepen. Voor mezelf doe ik het expres opverdelen in losse categorieën. In mijn geval de losse ruimtes binnenin mijn appartement en los dan mijn berging. En op die manier kan ik het gemakkelijk categoriseren en gemakkelijk en vooral ook overzichtelijk voor mezelf maken. Dit kun je nog een stapje verder doen en je kunt ook nog eventjes voor jezelf al bedenken van hoeveel minuten je denkt dat het ongeveer per activiteit kost. Op die manier heb je nog duidelijker overzicht en kun je nog gemakkelijker kijken als je een keer op een avondje een uurtje vrij hebt, welke van je lijstje je erbij kan pakken en kan uitvoeren. Per vakje op het blad heb ik 6 centimeter aangehouden en ik gebruik een Posca marker voor de titels aan te weergeven. En daarna gewoon een simpele zwarte gelpen om gewoon de verschillende losse dingetjes op te schrijven. Als voorbeeld heb ik bijvoorbeeld voor bij de hal mijn voorraadkast nakijken. Dat is echt zo'n pantry ding. Als je 1 keer in de zoveel tijd goed na moet lopen. Bij mijn werkkamer heb ik weer een keer al mijn spullen opnieuw herindelen. Omdat het momenteel niet echt overzichtelijk meer is qua al mijn knutselspullen. En een ander voorbeeld is mijn balkon. Ik moet er echt even weer helemaal goed schoonmaken. Nieuwe plantjes halen voor in de plantenbakken. Dat alles gewoon weer lekker fris is. Dat als dadelijk eenmaal de zon schijnt, ik met een lekker drankje op mijn balkonnetje van de zon kan gaan genieten. Hopelijk heeft deze video jullie geïnspireerd om ook zo'n spread toe te voegen aan je bullet journal. Dat was het in ieder geval weer voor deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!